112 Friesland meldt dat er een man is overleden na een zeer ernstig bedrijfsongeval aan de Hildakoweg. Een andere man raakte zwaar gewond. Het ongeval vond plaats omstreeks 12:30. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en de traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. Eén persoon is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer overleed ter plekke. Over de toedracht van het ongeval is niks bekend. De inspectie SZW gaat onderzoek doen naar de incident. Grouses meldt dat het politiebureau aan de Stationsweg in Grouw vanaf donderdag 16 mei gesloten is voor het publiek. Een woordvoerder gaf aan dat nog niet duidelijk is wat er met het gebouw gaat gebeuren. De redactie van Grouses heeft echter achterhaald dat het politiebureau in de verkoop gaat middels een openbare veiling bij de BOG Auctions. De veilingdatum staat vastgesteld op donderdag 21 juni vanaf 's morgens 11 uur. In totaal gaat de politie op die datum 8 kantoorpanden verkopen. Het voormalige politiebureau met kantoorfunctie, gelegen op zichtlocatie in Grouw, leent zich uitstekend voor een maatschappelijke invulling. We staan hier bij de Harmonie en wat wij als afvragen is, wat is hier vandaag gaande? Er is vandaag, Leeuwarden staat de komende 2 dagen in het teken van de Wadden. Ja. Dit evenement heet Wat in de Stad. Binnen is er een congres over de toekomst van het Waddengebied. En buiten hebben we de proef- en doemarkt. Dus er is van alles te proeven en van alles te beleven wat met de Wadden te maken heeft. En zijn er al vandaag een beetje veel mensen gekomen? Ja, congresmensen. We hebben een aantal schoolklassen gehad die langs zijn gekomen. En het is nu net even lunchtijd, dus er lopen wat mensen rond. En nou ja, als het zonnetje komt, wordt het vast nog drukker. En gaat het ook een beetje over de ecosysteem van de Waddenzee en wat er eigenlijk in gaan en speelt, zeg maar? Absoluut. Als je verder kijkt, dan zie je dat de Waddenvereniging is hier met een grote slikbak. Die hebben een klein watje gemaakt, dus kinderen kunnen daar op wat-excursie zien wat daarin leeft. Garnalen, schelpen, visjes. Maar ook dat er heel veel plastic ligt, dus plastic soep is aandacht voor. Dit is de caravan van de zeehondencentrum Pieter Buren. Daar kun je met de VR-bril even tussen de zeehonden zwemmen. De nieuwe afzetdijk is er. Daar kun je met de VR-bril door de vismigratierivier zwemmen. Daar zijn ook allerlei proefopstellingen. Dus er is een heleboel informatie te halen over het ecosysteem. Dat is wel echt heel mooi. En het is ook wel heel erg leerzaam voor de jeugd natuurlijk. En voor de ouderen natuurlijk ook wel een beetje. Hoe gaat het eigenlijk verder in zijn werking? De proef- en doemarkt is gewoon gratis toegankelijk. En als je iets wil, alle standhouders hebben wat te proeven en wat te doen. En wil je echt een hapje kopen, dan haal je even een muntje voor 1,50 en dan kun je wat lekkers halen. Terschelling is er bijvoorbeeld met Terschellingen pofkes. Lekker met cranberries en krenten, een soort pannenkoekjes, heerlijk. Zilte groentes hebben we, oesters voor de liefhebber op de barbecue, van alles. Dat is echt wel leuk. Het is echt wel een vermakend, maar ook lerend evenement. Absoluut. Proef en doe. Wat verkoopt u hier eigenlijk? Nou, wij staan hier in onze stand met zilte groenten en zilte aardappelen. We werken samen met ziltproefbedrijf op Texel. En daar telen wij binnendijks gewassen die onder ziltomstandigheden groeien. En wij doen tevens onderzoek naar mogelijkheden die er zijn om op verzilte gronden eigenlijk nog wat te telen. En we hebben nu dus allerlei lekkers mee van het eiland. Het is eigenlijk meer van duurzaam eten en duurzaam klimaat in, ja. In opzicht van... actueel. Ja, je zegt het heel mooi. Ja, klopt, dat is een bus. Dus we zijn timmeren een beetje aan de weg en niet alleen hier in Nederland. Maar we hebben ook een aantal projecten lopen in landen als Pakistan en Bangladesh. Waar dus heel erg sprake is van verdroging en verzilting. En waar we dus boeren bijstaan om te kijken wat ze daar weer kunnen verbouwen. En om in hun voedselvoorziening te kunnen voorzien. Wat voor lekkernijen heeft u hier allemaal? Nou, ik heb allemaal streekproducten. Die het allemaal bij de Waddenkust langs groeien. Wij komen zelf van Ee. Dus dat is vlak bij de Waddenkust. En ik produceer ook verschillende producten zelf. Heb je hier... allemaal verschillende soorten bonen, allemaal Friese streekrassen. Dan heb je olie, dat pers ik van ons eigen koolzaad. En die olie die is heel geschikt voor gebruik in de keuken, warm en koud.
Want het is, wat milieu betreft is het ook heel goed, die olie. Want de Nederlandse huisvrouw die koopt allemaal olie in ver Wegistan. En dit komt hier weg en hier zitten geen kilometers op. Dus het is eigenlijk heel goedkoop, heel eco. Het is heel fijn te gebruiken. Het komt uit ons eigen land natuurlijk. Het komt van de Wadden. De Waddenkust langs. Hey? Het groeit bij de Waddenkust langs. Ik heb er ook een onderscheiding op gekregen. Warrengoud heb ik uitgereikt gekregen. Wat voor lekkernij heeft u hier allemaal? Ik heb, wat ik nu aan het snijden ben, is harder. Dat is een typische Waddenzeevis. Maar komt iets minder vaak voor tegenwoordig op het pad, helaas. Maar deze vis ben ik nu aan het snijden. Die gaan we straks rauw aan de mensen laten proeven in een workshop. En daarbinnen. En dan mogen ze raden wat het is. Ik ben heel benieuwd of ze kunnen raden welke vis ze eten. Maar dit is dus de harde. En ik heb ook oesters bij me. Dat zijn oesters uit de Waddenzee ook. Met de hand geraapt. Die harde zijn ook met de hand gevangen. Wel met netten. Maar die netten halen we met de hand binnen. Dus er is heel veel handwerk bij. En het is eigenlijk allemaal van droogvallende platen. Dus van het droge wat komt het af.